Nou, Inge, laten we daar naartoe gaan. Want je bent opgegroeid in een gereformeerd vrijgemaakt gezin. Mm-hmm. Inderdaad, als je het dan hebt over een bepaald stramien of dingen waar je mee, nou ja, waar je mee geboren wordt, of eigenlijk vanaf het begin af, ja, geboren wordt dus precies niet, maar vanaf het begin af aan mee opgegroeid wordt, zijn dat natuurlijk heel veel van die dingen. Wat hoort er bijvoorbeeld bij zo'n gereformeerd vrijgemaakt gezin specifiek? Ja, bij ons hoorde in die tijd stonden de vrijgemaakten erom bekend dat zij echt geloofden dat ze de enige ware kerk zijn. Nou, dat zei Eus net ook al. Mm-hmm. Daarin waren ze eigenlijk niet heel erg uniek, maar dat dacht ik van wel. Ik zat goed, dacht ik. Ja, en hoe zag je leven er dan vroeger uit? Ja. Veel Bijbel lezen aan tafel dan met eten. En bidden, 's morgens bij het opstaan al gelijk beginnen met gebed. En dan aan tafel bidden en aan het einde van de maaltijd de Bijbel lezen en danken. Mm-hmm. En voor het slapen gaan weer bidden. En dan zou je je kunnen afvragen van, nou ja, zo zijn er waarschijnlijk best wel veel mensen die op zo'n vergelijkbare manier leven. Maar wanneer begon dat dan te voelen als een keurslijf? Bij mij was dat toen ik in een opvanghuis terechtkwam. Ik zat niet in een fijn huwelijk. Ik was 3 maanden zwanger en ik ben gevlucht naar een opvanghuis. En toen realiseerde ik me van, ja, ik wil mijn kindje hier niet groot brengen. Nee. Dus het was eigenlijk voor mijn kindje dat ik weg wilde. En dat gaf zoveel strijd. Het kerkelijk gezag en mijn familie. Iedereen vond van, ja, je scheiden mag niet, punt. Want dat mag niet van God. Ja. Dus je komt maar weer terug. En ze waren wel vol compassie, zeg maar. Van, ja, we vinden het heel erg voor je. En dan is dat huwelijk het kruis dat je op je moet nemen. God zal je wel helpen, wij zullen je helpen. Ja. Sterker nog, ze kwamen ook bij jou op bezoek, hè? Om te vertellen dat je er helemaal naast zat. En ja, het kerkelijk gezag. Ja, dat je wel even, jij zegt, kijk, voor de mensen die niet helemaal ingevoerd zijn in de 180 denominaties van het protestantisme. dat zeggen we, zeg maar, zwarte kousen. Een beetje Bible Belt, Zeeland, buurt van Middelburg. Ja, daar kom jij. Net niet zwarte kousen, hoor. Ja. Dat vonden wij echt niet oké om dat te horen. Wij waren beter. Dat is oké. Okay, dat is een iets minder zwaar. Ja. Laten we even kijken. Want het ging dus eigenlijk. Het klapte bij jou toen je in verwachting was, een kind. Ja. Dus laten we even kijken. Ik ben heel jong getrouwd. Was na een jaar zwanger. Mm-hmm. En toen ik 3 maanden zwanger was, toen realiseerde ik me van, dit is niet een veilige plek. Ik werd mishandeld. Dus ik ben uiteindelijk naar een vrouwenopvanghuis gevlucht. Want toen had ik heel duidelijk iets van, ik wil scheiden. Punt, eigenlijk. En toen kwam de kerkraad, het kerkelijk gezag. En mijn familie, die waren het allemaal met elkaar eens. Scheiden mag niet, punt. Ze gingen pogingen doen tot bekering. En toen kreeg ik voor het eerst het gevoel, er klopt iets niet. Ja. En dan zei je dan met je trouwjurk, ja. Die kon uit. Ja, die kon uit. Ja, ja. En dat zeg je dan nu lachend, maar het lijkt me wel ontzettend heftig. Want het is het enige wat je gekend hebt natuurlijk je hele leven lang. Dat is precies waar je in gelooft. En dan opeens op zo'n moment heb je dus door dit klopt dit niet, dit is niet oké. Okay. Als ik gewoon geacht word om bij mijn man die mij mishandelt te blijven met mijn kind terwijl ik daar weg wil. Je kreeg zelfs dus een brief van je familie en van de schoonfamilie. Wat stond daarin? Het was een dringende oproep tot bekering. We smeken je om je terug te keren van deze heilloze weg. En je weer met God te verzoenen. Ja. Dat stond erin. Ondertekend door mijn familie en mijn schoonfamilie, ex-schoonfamilie. En je zegt dan, toen had ik door, dit klopt niet. Maar wat kreeg je door? Ik vond het heel apart dat zij, de kerkraad, dat zij voor mij bepaalde wat de wil van God was in mijn leven. Hm. Dat zij dat blijkbaar beter wisten dan mij. En dat God tegen hen zei wat ik moest doen.